Dames en heren, je kijkt naar STV en wij hebben kaartjes weten te bemachtigen voor de première van Blade Runner 2049. Dat is een sequel van het origineel uit 1982. Vanavond komen er veel BN'ers, Brainpower komt, Sally Harmsen die een rol heeft in deze film. Ik ga ze eens even vragen wat ze nog weten van die oude film, de originele Blade Runner uit 1980. Volg mij. Ik heb de eerste niet gezien, man. Nou, ik heb hem heel lang geleden gezien, dus als je me nu specifieke vragen gaat stellen, dan weet ik het niet meer. Zeker, ik heb hem zelfs teruggekeken 2 dagen geleden. En ik vond hem echt eigenlijk nog vetter dan ik hem had herinnerd zelfs. Blade Runner. Blade Runner, ja. Blade Runner. Runner. Ja, ik zei het heel Nederlands, hè? Ik zei runner, maar het is okay, een runner. Runner. Blade Runner. Achter mij staat Sally of Sally Harmsen. Zij speelt in 1 scène in deze film. En ze ziet er vanavond prachtig uit. Kan je even haar sideboob pakken? Pak vooral die sideboob, ja. Blade Runner 1? Ja. Wat gebeurt er nou eigenlijk in die film? Nou ja, er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. Hè? Het is meer een soort van filosofische trip. Maar ja, ik kan nu niet even in 1 zin uitleggen waar die film over gaat. Ja, volgens mij blijkt Darth Vader de vader te zijn van Luke Skywalker. Weet je, het is ook een ingewikkelde film. Maar bij Blade Runner is het zo van wat is nou precies het verhaal inderdaad? Wat is de conclusie? Wat is het scenario? Maar aan de andere kant gewoon de sfeer van de film en de kleuren en cinematografisch en het acteren. Dat blijft mij naar die film toetrekken, weet je wel. Dus ze noemen het een neo-noir film, weet je wel. Het is misschien een iets intellectuelere science fiction dan de sfeer van bijvoorbeeld de eerste Terminator. Maar ik hou wel van die begin 80e jaren films die in Los Angeles zijn gemaakt. Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar Sylvia Hoeks, want Nederlandse actrice, groot ster geworden nu in Hollywood. Ik ben echt benieuwd hoe ze het gaat doen. Nee. Heb je niet gezien? Nee. Heb je enig idee waar het over gaat vanavond? Nee. Spannend. Ik heb alleen de boeken gelezen van Harry Potter. De films nooit gezien? Nee. Dus voor mij wordt het gewoon genieten en smullen. En vannacht misschien een Blade Runner track schrijven. Maar we zijn hier voor de Blade Runner natuurlijk. Ja. Blade Runner. Ja, man. Leuk. 1-2, dit is Brainpower. Studenten TV, bekijk het maar.